De drone wordt gevuld met zaadjes en dan gaat die op naar het natuurgebied. Daar worden in de lucht alle zaadjes uitgestrooid in de hoop dat ze zullen uitgroeien tot grote bomen. Plantio manual de mudas, uma pessoa consegue plantar de meio hectare a um hectare por dia. Isso em áreas bem acessíveis. Com drone, cada drone consegue plantar 50 hectares por dia. Het gebeurt allemaal bij Rio de Janeiro, een grote stad in Brazilië. In de heuvels bij die stad ligt een natuurgebied, Tijuca. Het is een van de grootste stadsbossen ter wereld. Er groeien meer dan 100 verschillende soorten planten en er leven veel dieren zoals apen, luiaards en vogels. Het ziet er nog best groen uit, maar in honderden jaren tijd is heel veel bos in dit gebied verdwenen. Bomen werden bijvoorbeeld gekapt om plaats te maken voor grote koffieplantages. En ook worden in de heuvels grote sloppenwijken gebouwd. En het gebied heeft regelmatig te maken met extreme hitte. Een aantal maanden geleden was het maar liefst 40 graden in Rio. Het was zo heet en droog dat stukken bos makkelijk in brand vlogen. En dat terwijl bossen hartstikke belangrijk zijn voor het klimaat. Bomen halen vervuilende stoffen uit de lucht en zorgen voor zuurstof. Kortom, zo vinden ze hier, er mogen wel wat meer bomen bij. En dat is precies waar deze drones bij gaan helpen. Het grote voordeel van de drones is dat zij plekken kunnen bereiken waar mensen niet of maar moeilijk kunnen komen. Bijvoorbeeld op steile heuvels. Een gevaarlijke plek voor mensen, maar voor deze drone geen probleem. De gemeente van Rio de Janeiro denkt dat het project een groot succes gaat zijn. Entendendo e compreendendo que isso também pode ter um impacto não só local, mas regional e até global, é muito importante nesse momento de luta, de guerra climática que a gente vive. Als alles goed loopt, zegt de gemeente, zal het hier over 5 jaar volstaan met duizenden nieuwe, jonge boompjes.